Waar gaat dit nu weer over? Ah, je raadt het, aardmagnetisme. En aardmagnetisme, dan beginnen we met een magneet. Kijk, deze magneet is mooi soepeltjes draaibaar om zijn midden. En dat betekent dat als ik er een andere magneet bij hou, dat die dan wordt aangetrokken door die andere magneet. En dan zie je dus wat er gebeurt. De zuidpool van die draaibare magneet wordt aangetrokken door de noordpool van die vaste magneet. Als je vaste magneet ergens anders wordt neergezet, ik zet hem daar even boven en ik draai hem ook nog even, dan zie je dus inderdaad de noordpool van de draaibare magneet wordt aangetrokken door de zuidpool van de vaste magneet. Rood is noord. En zo'n draaibare magneet, dat zit ook in, herken je hem, dat is een kompasnaald. Ja, een kompas is eigenlijk een draaibare magneet. Even een blik op de aarde. En boven op de aarde, wat staat daar? Jawel, een ijsbeer, want daar is een noordpool. En onderaan, wat staat daar op de zuidpool? Je weet het al, de pinguïn. Oh, zuidpool eventjes omdraaien, dat leest wat makkelijker. Zo, als je nu een kompas erbij doet, dan zal, kijk, wat gebeurt er? De noordpool van het kompas wordt aangetrokken door de bovenkant van de aarde. Maar de Noordpool moet eigenlijk worden aangetrokken door een Zuidpool. En ja, hoe kan dit eigenlijk? Nou, de Noordpool, dat is de geografische Noordpool. En dat is zoals het genoemd wordt. Maar het is eigenlijk de magnetische Zuidpool. En daaronderaan bij de pinguïn, jawel, de pinguïn staat op de geografische Zuidpool. Maar het is eigenlijk de magnetische Noordpool. Let nu even goed op wat er met het kompas gebeurt. Want eigenlijk, ja, wijst de kompasnaald niet precies naar de geografische Noordpool of magnetische Zuidpool. Het is een klein beetje ernaast. En dat is omdat de geografische Noordpool, ja, die zit echt perfect in het midden. Hè, precies. Maar in werkelijkheid is de magnetische Zuidpool een beetje ernaast. En het is helemaal raar, want die magnetische Zuidpool die is niet vast. Nee, die beweegt zich een klein stukje iedere keer richting de geografische Noordpool. En of hier aankomt, dat weten we niet. Maar het is een snelheid van ongeveer 5 km per jaar waar de magnetische Zuidpool aan het bewegen in is. En dat bewegen kan heel raar gaan, want kijk, wat staat in Wikipedia? Nou, het is vaak gebeurd in het verleden dat de Noord- en Zuidpool omgeswitcht zijn. Ja, en ja goed, vaak geleden, hè, je ziet hier, 780.000 jaar is de laatste keer zo geweest. Maar toch, het kan dus voorkomen dat het magneetveld omswitcht van de aarde. Het is niet een vaststaand feit. Goed, Noord-Zuidpool, zo'n magneet, die heeft een magneetveld. Ja, even laten we eventjes zien. Zo, een magneetveld. En de magneetveldlijn die gaan van noord naar zuid, althans buitenom gaan ze van noord naar zuid. Hier binnenin gaan ze stiekem van zuid naar noord. En ze hebben behalve een grootte ook een richting. En de richting kun je met een magneetnaald bekijken. Ja, de magneetnaald zit altijd in de richting van de raaklijn aan zo'n veldlijn. Die is daar. Kijk, daar is een beetje die kant op. En kijk, hier beneden. Nou, hier zo. Ja, dan zie je dus dat de richting iedere keer veranderlijk is. En dat is dus ook zo met aarde. De aarde is gewoon een magneet, heeft dus een magneetveld. En de richting van het magneetveld varieert dus. En laten we kijken, hier aan de linkerkant heb ik de richting van het magneetveld getekend op het aardoppervlak. Kijk hier, dit is de magneetveldlijn. Die komt zo op het aardoppervlak. En dit is de raaklijn. Dat betekent dus dat dit de richting van het magneetveld is op het aardoppervlak. En dan zie je dus dat het een hoek maakt met het aardoppervlak. En die hoek, nou, ik heb hem hier even alfa genoemd, dat wordt genoemd de inclinatiehoek. De inclinatiehoek is dus de hoek die het magneetveld maakt met het aardoppervlak. Hoe komt het nou dat de aarde zich als een magneet gedraagt? Ik heb al een keer eerder, in een eerder video uitgelegd, maar toch. En het is niet verkeerd om nog een keer te doen, dus hier het inwendig van de aarde. Buitenste laag wordt genoemd de aardmantel. De laag daaronder wordt genoemd de buitenkern. En helemaal binnenin de binnenkern.
En de binnenkern is het warmst, het heetst. Buitenkern is minder heet, maar al behoorlijk warm. En in die buitenkern bevinden zich geïoniseerde nikkel- en ijzeratomen. En omdat het warm is daar beweging. En die beweging van de nikkel- en ijzeratomen, ja, die veroorzaken het magnetisch veld. En het magnetisch veld kun je ook meten. En je kunt het gewoon meten met je telefoon. Je kunt een app erop zetten die het magnetveld kan meten. En dan zie je dus dat het magnetveld 47,99 microtesla is. Maar let op, het is natuurlijk wel weer richtingsgevoelig. En dan zie je het ook hier. Je hebt in de x-richting, y-richting en z-richting verschillende magnetische componenten. En als je die vectorieel bij elkaar optelt, kom je tenslotte op 47,99 microtesla. Dan kun je afvragen, die 47,99 microtesla, ja, wat stelt het nou precies voor? Als je een magneet hebt in een doorsnee luidspreker, dan is de magneet die hierin zit, heeft een sterkte van 0,2 tesla. 0,2 tesla. En het aardmagnetisch veld, ja, die is 0, nou, daar staat hij. Oftewel, het aardmagnetisch veld stelt eigenlijk heel weinig voor. Helemaal, als je vergelijkt met een MRI-scanner, de magneetvelden die daarin opgewekt worden, die zitten tussen 1,5 en 7 tesla. Dus wat dat betreft, is het weinig tot bijna niets wat het aardmagnetisme is. Maar, het is wel belangrijk, want stel je voor, je zit lekker even in het zonnetje, ja, lekker warm, en dan denk je, gezond, maar let op, van de zon af komen ook allemaal geladen deeltjes naar je toe. Die geladen deeltjes, die hebben een snelheid van 718 meter per seconde, ongeveer. En die komen naar je toe in de vorm van zonnewind, en dat is niet zo fijn. Sterker nog, dat is ontzettend ongezond. Gelukkig hebben we het aardmagnetisme. Het aardmagnetisme, dat er een scherm omheen wordt gedaan. Het scherm. Zit dus ook om de aarde heen. En daardoor zal de zonnewind de aarde niet bereiken en gaat het mooi om ons heen. Hoewel niet bereiken. Kijk, daar komt een deeltje aan in. Jawel, hij bereikt de aarde wel. Maar je zag dat hij om de veldlijn ging en hij kwam bij de Noordpool terecht. En wat daar dan gebeurt, dat het magnetisch veld die geladen deeltjes zo leidt en dat de geladen deeltjes dus dan in de atmosfeer komen, dat veroorzaakt, kijk, het noorderlicht. Mooi, hè? En dat zijn dus de geladen deeltjes die in de atmosfeer terechtkomen. Hé, hey, kijk eens aan. Wat hebben we hier? Noord, oost, west. Dat is allemaal wel best, maar... Want het is nu uit.